Meneer Vincenius, waarom heeft u een zwak voor het mbo? Omdat er ontzettend veel jonge mensen op zitten. En dat doen we niet helemaal goed. Dus als je iets niet helemaal goed doet, dan moet je het beter doen. En als het dan niet goed gaat, de drie dingen waar u wakker van wordt 's nachts als het gaat om het mbo? Nou, punt 1, dat de leraren te solistisch werken, vaak, en daarmee ook te kwetsbaar zijn. Punt 2, dat we eigenlijk voor een deel van de leerlingen, helemaal de allermoeilijkste, meest kwetsbare leerlingen, wat wij nu de overbelasten, dat die te weinig op het netvlies zitten. En dat daar dus het onderwijs te veel langs hen heen gaat. Het is te veel rekenen en taal. En niet genoeg dat ze daar een structuur hebben en verbondenheid, zoals wij het noemen. En dat is toch de basis waarop je later wel weer het rekenen en taal kan leren. En 3, ik denk dat wij bij de witte borden, dus dat zijn de bovenbazen, dat die, en daar hoort Den Haag bij, maar ook het stadhuis en dergelijke, dat daar toch vaak te weinig de leraren en de leerlingen met hun ouders op het netvlies zitten. Dus we vinden soms oplossingen die een beetje ver naast de werkelijkheid zitten, zoals die in de klas is. En dat kan niet eigenlijk, hè? Dan ga je in de weg zitten. Nou, dat is prima als je het voor de bovenlaag doet. Nou, prima, maar dan is het niet zo erg. Maar als je het aan de onderkant doet, dan is de schade te groot. Dat...